Ik ga deze video maken over het grootste probleem van deze tijd. En misschien dat je dat al lang weet. Ik denk dat het goed is om daar nog een keer mee geconfronteerd te worden. Om te snappen wat er gebeurt. Ook om te snappen wat je zelf doet. En ik snap dat ook. Hè, dus deze video is niet bedoeld om mensen te veroordelen of mensen te framen of wat dan ook. Maar ik werd in ieder geval de afgelopen tijd weer enorm geconfronteerd met wat is er nu echt aan de hand. En nou ja, ik denk daar dan ook over na en ik praat er ook over met mensen. En dan zul je ook zien dat als ik het op een rijtje zet, dat je denkt hoe lastig het is. Verwacht in deze video overigens geen antwoorden. Die antwoorden zitten in jouzelf. Die moet je echt zelf bepalen. Jij moet bepalen wat jouw antwoord is op het grote probleem waar we allemaal mee te maken hebben. En nou, laat ik daar gewoon mee beginnen. Het allergrootste probleem waar we allemaal mee te maken hebben, dat is dat wij van jongs af aan zijn opgeleid om in leugens te geloven. En dan heb ik het niet over school, want dat wordt dan vaak gezegd, ja, want op school, hè, dat is niet voor niks onderwijs, hè, want we willen graag bovenwijs zijn, maar op school, daar begint alle ellende. En ik denk dat het al veel eerder gebeurt. Hè, want ik denk iedereen die naar deze video luistert, ik denk dat iedereen vroeger door zijn ouders wel is voorgehouden dat Sinterklaas en Zwarte Piet bestaan. Sinterklaas en Zwarte Piet, die gingen over de daken met het paard en al en die gingen door de schoorsteen en ook als kind al heb jij wel momenten gehad dat je dacht, ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan Zwarte Piet het nou doen? En dat kan toch niet kloppen? Maar onze ouders vertelden het ons en wij geloofde dat. Wij geloofden gewoon echt dat Sinterklaas en Zwarte Piet met het paard over de daken, door de schoorsteen en dan ook zomaar weer kon verdwijnen. We hebben het allemaal geloofd. En natuurlijk op ons zevende jaar of zo, hè, bij de ene wat vroeger, bij de andere wat later, werd er dan gezegd dat Sinterklaas en Zwarte Piet niet bestaan. En de een zei, ja, maar dat wist ik al lang, hè, want je had het met vriendjes erover gehad en je had je oom al herkent, die als Sinterklaas, hè, met een doek om zijn schouders, hè, kwam als Sinterklaas, maar je had je oom al lang herkend. Dus sommige mensen zeggen, ja, maar dat wist ik al lang, maar ze zijn het spelletje mee gaan spelen. En hier zijn wij echt enorm goed in om het spelletje mee te blijven spelen. It's all in the game. Het is zelfs zo, hè, dat oké, die leugen, en we zwakken dat altijd af. En nee, maar dat is een verhaal, dat is een volksgewoonte, zeg maar. Het is cultuur, is dat. En heel veel mensen zijn later diezelfde sprookjes, diezelfde leugens, zijn ze ook weer aan hun kinderen gaan vertellen. Hè, maar het zijn leugens. En nou ja, dat gaat dan over Sinterklaas. Hè, maar in deze tijd gaat het bijvoorbeeld ook over de paashaas. En sommigen, een beetje vergelijken met het verhaal van Sinterklaas, hoewel dat zijn wel minder mensen, maar die geloofden dat de paashaas met een mandje op zijn rug eieren ging verstoppen in de tuin. En dan konden wij die zoeken. Ja, ik heb een ei gevonden en die had de paashaas daar neergelegd. Nou, sommige mensen hebben ook die leugen geloofde. En mensen die daar dan niet zo in geloofden, maar die geloofden misschien wel wat er over dit verhaal in de kerk werd verteld. En of je nou gelooft of niet gelooft, daar wil ik even helemaal vanaf zijn. Maar het verhaal wat verteld wordt en het verhaal wat nu nog steeds verteld wordt. Ik zat gisteren toch maar even naar de Passion te kijken. En ja, ik moet zeggen, dat heb ik elke keer als ik kijk naar de Passion, want dan word ik geconfronteerd met dat verhaal. Maar dan zie ik gewoon gebeuren wat er momenteel in de maatschappij over de hele wereld overal gebeurt. En dat is dat we de leugens geloven en ook bereid zijn om de leugens te blijven steunen. En want als je die hele Passion, als je het even terugbrengt tot een belangrijke gebeurtenis, op een gegeven moment wordt het volk de keuze gesteld wie er terechtgesteld moet worden. En degene die terechtstelt, die weet al, hè, dat er is dan iemand. Ik ga even in algemene termen praten. Er is dan iemand en degene die hem moet veroordelen zegt, ja, ik weet dat hij niks kwaads heeft gedaan. Ik weet dat het geen misdadiger is. Hè, maar deze man, die spreekt de waarheid. Wat moet ik met hem doen? En daar tegenover staat dan een misdadiger. Hè, laten we even zeggen, degene die leugens verspreidt, die misdaden pleegt, die desinformatie verspreidt. Nou ja, noem het maar op, je kunt er alles aan koppelen. En het volk moet dan kiezen, hè, wie wordt er veroordeeld? Is dat degene
die de waarheid spreekt? Of is dat degene die de leugen spreekt? En en masse wordt er gezegd dat degene die de waarheid spreekt, die moet veroordeeld worden. En de boef, om het zo maar te zeggen, die gaat vrij uit. Het volk is dus bereid, en ze weten niet eens waarom, maar het volk is bereid om degene die de waarheid spreekt, om die te laten veroordelen. Dus degene die liegt en die de misdaden pleegt, die gaat vrij uit. Die mag gewoon weglopen als vrij mens. En degene die de waarheid spreekt, die wordt aan het kruis genageld. En ik zit te kijken en ik zie gewoon ons verhaal. En ik heb echt niet een soort godsprobleem of zo hoor, dat je dat niet denkt. Maar ik herken mezelf wel. Want je herkent nu gewoon de mensen die de waarheid spreken. Allerlei vloggers, ik, jij ook, die hier naar luistert en die het in zijn omgeving weer verspreidt. Maar iedereen die de waarheid spreekt, die wordt veroordeeld. En heel veel mensen daaromheen, die weten wel dat dit de waarheid is. Of die weten wel dat de politici niet de waarheid spreken. Die weten wel hè, dat artsen niet de waarheid hebben gesproken tijdens die hele pandemie bijvoorbeeld. Hè. Die weten wel dat er geïndoctrineerd wordt, dat er gelogen wordt, dat er gechanteerd wordt, dat er gedwongen wordt. En toch en masse besluit men, degene die de waarheid spreekt, die moeten weggezet worden als gekkies. Die moeten als het ware veroordeeld worden. En dat is dus het allergrootste probleem van deze tijd. En ik denk eerlijk gezegd dat we daar allemaal aan meedoen. Ik hou het even bij mezelf. Ik ook. Ik doe daar ook aan mee. En de een doet er wat meer aan mee dan de ander. Maar we zijn allemaal bereid om die leugen in stand te houden. Want als we gaan kijken, hè, ik ga er even vanuit, zoals ik hier het verhaal vertel en zoals jullie naar dit verhaal luisteren, hè, dat we allemaal wel weten dat de politici en niet een bepaalde politicus en niet in een bepaald land, maar wereldwijd, de politiek, dat is het probleem. In de politiek, daar worden plannen gesmeed, daar worden agenda's uitgerold, daar worden satanische wetten worden er gemaakt en we weten het allemaal, maar we blijven allemaal maar meedoen. Even één voorbeeld en nogmaals niet om mensen te veroordelen. Ik snap het ook, maar wel even om aan te geven wat er gebeurt. En dan ga ik het toch hebben over Juri Platen, die jarenlang bezig is. Wat je verder ook van hem denkt, het maakt me even helemaal niet uit. Maar Juri Platen, die jarenlang bezig is om te vertellen dat er heel veel onderdelen van de overheid niet eens meer bestaan op papier. Die zijn uitgeschreven. Er werken ambtenaren die geen mandaat meer hebben. Ze plegen misdaden, valsheid in geschriften. Ze bestelen ons van ons geld, terwijl dat allemaal niet mag. En Juri is daar jarenlang mee bezig geweest. En als dan puntje bij paaltje komt, en hè, zoals nu, dat Juri een grote boete opgelegd krijgt, en als hij die niet betaalt, hè, dat hij dan gearresteerd wordt, en dat dan dat niet alleen Juri, maar ook allerlei mensen eromheen, die vragen dan om geld te doneren, hè, zodat wij met z'n allen die 50.000 euro bij elkaar kunnen brengen en dat hij dat dan kan betalen aan het misdadige systeem, wat dus geen mandaat meer heeft en die officieel niet eens bestaan, maar om dat toch maar te betalen. En nogmaals, dit is geen veroordeling, want ik snap het. Als jou boven het hoofd hangt van als je niet betaalt, dan arresteren we je en dan ben je dus een hele tijd weg van je kinderen. En natuurlijk maak je op dat moment misschien die keuze. Ja, ik zeg natuurlijk, en daar ga ik nog iets meer van zeggen. Maar ik snap het wel. En natuurlijk zijn er dan ook weer allemaal mensen die zeggen: oh ja, en hij is controlled opposition. Of ja, nu komt de aap uit de mouw. Of weet je, daar wil ik allemaal even uitblijven. Maar we doen het allemaal. Ik ook. Als ik het bij mezelf hou. Ik zeg al, de een doet meer mee dan de ander. Maar oké, ik kan wel een grote mond hebben. Hè, van ja, maar ik ben weg uit Nederland en ik betaal geen belasting. En ik heb overal scheid aan en ik doe precies wat ik wil, zeg maar. Maar ik maak wel deze video. Ik maak wel deze video waarvoor ik een abonnement heb. Waarvoor ik geld betaal. Dus ook ik doe mee. En ook ik heb geld nodig. Dus ook ik doe af en toe een tikkie en vraag ik mensen vrijwillig bijdragen. En dus ook ik doe mee met die leugen. En je zou misschien kunnen zeggen, misschien verspreid ik daarmee ook wel die leugen en hou ik jullie allemaal gevangen. En misschien kan het ook niet anders. Het wordt overigens geen wanhopige video hoor, dat je dat niet denkt. Ik ga straks nog wel iets anders erover zeggen ook. Maar even tot zover. En we zijn allemaal bereid om die leugen in stand te houden. Ja,
Ik weet wel hè, dat de politici niet de waarheid spreken. En ik weet wel dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat ik een groot deel van mijn leven, 8 uur per dag minimaal, bezig ben met mijn werk. Dat ik in een gebouw zit. Of hè, misschien heb je het zo geregeld dat je voor je baan niet in een gebouw zit. Hè, maar dat ik een groot deel van mijn tijd besteed aan het werk om geld te verdienen. 25 vakantiedagen per jaar waarin je min of meer mag doen wat je wil. Maar voor het overgrote deel moet ik gewoon geld verdienen om mijn rekeningen te betalen. En dus het wordt allemaal van me afgepakt en ik weet het ook, maar ik ga wel door. Want die leugen, ja, ten eerste weten we niet anders. Hè, dat geeft ook een soort van houvast, dat geeft een soort van comfort, dat geeft een gevoel dat je snapt hoe je leven in elkaar zit. En ik zeg al, daarom is het zo belangrijk dat we beseffen dat we van jongs af aan, al voordat we naar school gaan, maar zeker op school, gewoon ja, opgeleid worden om die leugen te accepteren en die leugen ook te verspreiden en degene die de waarheid spreekt te veroordelen. En want ik zie het nu ook, dus hoeveel mensen veroordelen niet nu Juri Plaat van ja, dan zegt hij dit, maar dan krijgt hij een boete en dan moeten wij met z'n allen die boete om die te betalen. Wij zijn ook allemaal bereid om meteen met ons oordeel te komen. En terwijl, ga er maar vanuit dat jij zeg maar voor die keuze staat en dat jij op het punt staat om gevangen genomen te worden, uit je leven gerukt te worden, opgesloten te worden. Welke keuze zou jij maken? Hey, ik zeg al, als ik naar mezelf kijk, ik heb ook een grote bek, maar ook ik maak ook nog steeds dit soort keuzes. En misschien kan het ook niet anders. Kijk, het is zo dat we dus allemaal die leugen omarmen en dat we allemaal denken van, nou, het komt vanzelf wel goed. En dat komt het niet. Als het zo is dat het systeem, dat die zo ver kan gaan, dat ze mensen boetes op kunnen, mensen die precies weten wat de waarheid is, als ze zo ver gaan dat ze die mensen boetes op kunnen leggen en dat mensen bereid zijn om dat te betalen, omdat anders de consequenties dat je opgesloten wordt en dat die mensen dus eigenlijk met hun rug tegen de muur staan, dan denk ik dat het goed is om te beseffen dat wij allemaal met onze rug tegen de muur staan. Kijk, wat je zou kunnen beseffen is dat dat dus allemaal gelogen is, maar ook hoe ons leven in elkaar zit. Wij wonen niet voor niks met z'n allen in steden en dorpen. Gewoon lekker op elkaar, omdat we daarmee goed onder controle gehouden kunnen worden. Kijk, als wij massaal, zoals we geboren worden als vrije mensen, zouden uitwaaieren over de wereld. En wij zouden gewoon op een plek komen en we zeggen, nou, dit is een mooie plek, hier schijnt de zon, hier heb ik schoon water, hier zet ik mijn huisje neer. Dan hoor ik nu al heel veel mensen zeggen, ja, maar dat kan niet en dat mag niet, want dan komen ze je caravan weg of je huisje in elkaar beuken. En dat kan allemaal niet. Hè, maar zozeer zijn we dus gaan geloven in die leugen en dat we niet anders kunnen dan het leven van die leugen. Maar probeer even mee te gaan in mijn gedachtegang. Als wij allemaal massaal die steden uittrekken en die dorpen uittrekken en we zoeken gewoon een plek, dat je zegt, dit is de plek waar ik bijvoorbeeld mij wil vestigen. Of misschien wil je helemaal niet vestigen en wil je van plek naar plek gaan. Maar als je dat massaal doet, dan valt die leugen in duigen. Want kijk, nu, omdat we met z'n allen op een kleine ruimte zitten in die stad, in dat dorp, in dat land, kunnen zij ook zeggen, ja, kijk eens met hoeveel mensen we zijn. En het zijn veel te veel mensen en dat brengt allemaal problemen met zich mee. Er is heel veel vervuiling en jullie vervuilen, dus jullie moeten betalen. En hop, er is een nieuwe reden waarom mensen massaal hun geld laten stelen, omdat het zogenaamd ten goede moet komen aan het milieu. Terwijl we ook weer weten, maar ze doen helemaal niks aan het milieu. Dat doen ze. Ze doen daar hele andere dingen mee. Ze voeren daar oorlog mee. Maar ja, we betalen toch maar. En ik weet dat het een oncomfortabele boodschap is. Maar de enige manier is dat we daar niet meer naar luisteren. Kijk, de leugens. Het is belangrijk dat we beseffen waarom worden die leugens verspreid. Want mensen zijn heel snel geneigd
om het een beetje te vergoeilijken. Hè? Ja, maar de mensen in de politiek, ja, natuurlijk weten ze meer. Hè? En dat zijn de experts. En ja, die kunnen ons niet alles vertellen. Want ja, stel je voor dat wij ons ermee gaan bemoeien, dan wordt het toch gewoon één grote puinhoop. Nee, de politiek moet je overlaten aan politici. Gezondheid moet je overlaten aan artsen. Wetten moet je overlaten aan juristen en aan rechters. Dat hebben wij geleerd. En dat is een leugen, maar we gaan er allemaal in mee, omdat het makkelijk is. En want we weten inmiddels allemaal, hè, dat die artsen die het zouden moeten kunnen weten, dat ze ofwel helemaal niks weten, omdat we echt wel weten dat er grote bullshit is verkondigd in die hele pandemie die de afgelopen jaren over ons uitgestort is, dat weten we wel. Of ze weten het wel, maar ze liegen dus. Hè, maar toch massaal zijn we bereid om dat te geloven van autoriteitsfiguren. Want als ik zou liegen, dan zou het heel snel met me gedaan zijn. Stel je nou voor dat ik tegen jullie zou zeggen: mensen, ik moet jullie wat vertellen. Wat ik jullie de afgelopen jaren heb verteld via mijn filmpjes, in mijn lezingen, in mijn cursussen, dat is allemaal bullshit. Ik moet jullie vertellen dat het allemaal bullshit is. Want ik heb je verteld over Q. En ik heb je verteld dat ik daarin geloofde. En later begon ik eraan te twijfelen. Maar of ik er nou voor was of tegen was, het was allemaal bullshit. Ik weet het gewoon helemaal niet. Maar ik heb het maar gewoon verteld. Want ik vond het leuk om filmpjes te maken en jullie te misleiden. En af en toe dan heb ik een tikkie. En dan vraag ik een vrijwillige bijdrage. En daarom denk ik, ja, ik ga maar door. En ik ga maar door, bij wijze van spreken. Omdat het mij wat oplevert. Maar echt, mensen, ik weet helemaal niks van niks. En dan geef ik bijvoorbeeld een lezing over gezonde voeding en over leefstijl. Maar eerlijk gezegd, ik eet zelf elke dag bij McDonald's. Ik weet er gewoon helemaal niks van. Maar het is toch een mooi verhaal. En jullie pikken het allemaal. En nou, sorry dat ik jullie al die tijd heb voorgelogen. Als ik dit zou zeggen, en dan zou je zeggen, ja, maar dat pik ik niet. En ik zou wel eens willen weten hoeveel mensen ik dan nog over zou houden naar mijn video. Of als je bijvoorbeeld in je omgeving, stel jouw partner, je komt erachter dat hij de hele boel bij elkaar liegt. Hè, of nou hij of zij is, het maakt niet uit, maar je partner die liegt de hele boel bij elkaar. En niet alleen maar dat hij van jou houdt, hè, maar ondertussen heeft hij of zij ook nog allerlei andere partners waar jij helemaal niks van wist en waar je het helemaal niet mee eens bent. Hè, maar oké, daar kom je achter. Maar dat is niet de enige leugen. Jouw partner heeft een baan en die gaat elke dag het huis uit en die gaat zogenaamd werken. En je komt erachter dat hij al jaren werkloos is. En dat hij gewoon een beetje over straat banjert, zeg maar. Of hè, naar die andere partners toe gaat of zo. Ik ben benieuwd hoe lang je nog bij elkaar blijft. Want op dat niveau zijn we wel bereid. He, om dan zeg maar actie te ondernemen en zeggen, ja, maar dit wil ik niet meer. He, maar op het moment dat het dat niveau overstijgt en dat we dan komen, he, dus wat ik zeg bij de machthebbers, bij de politici, bij artsen, bij de wetenschap, dan weten we dat ze liegen, dat weten we dan, en daar doen we niks aan. Dat laten we zitten. He, want bedenk je waarom er gelogen wordt? En dat is eigenlijk altijd om jou te bestelen en jou onder controle te houden. Laat ik even een enorme stap maken. Het liegen over leven we op een bol of leven we op een platte aarde. Weet je, dat weten we niet. En dat maakt ook niet uit. Alleen, waarom is het belangrijk? Want ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, maar weet je, mijn leven verandert er niet mee als ik weet dat ik op een bol leef of dat ik weet dat ik op een platte aarde. Mijn leven verandert er niet mee, dus waarom moet ik het weten? Dat is toch verder niet belangrijk? Nee, weet je waarom het wel belangrijk is? Omdat het belangrijk is dat we voelen wel allemaal dat er over gelogen wordt. En nu ook als er beelden van de maanlanding of zo. Dat is al 100 keer, hè, is dat ontkracht en heeft men de waarheid erachter? En het kan gewoon niet, maar we blijven het toch maar geloven. En ja, maar dat maakt toch verder niet uit. Nee, maar weet je wat het uitmaakt? Ten eerste, kijk, als we naar films kijken, en dan nemen we even een film wat heel veel geld, 100 miljoen kost, zeg maar. En dan kijk je naar die film en dan kun je er helemaal in zitten en die beelden die zijn allemaal levensecht. En dan, dat kunnen ze dus doen met 100 miljoen. De NASA, die heeft
100.000 miljoen per dag, bij wijze van spreken. Die hebben een enorm bedrag. Wat denk je wat ze daarmee kunnen doen? Daar kunnen ze onze waarheid dus mee beliegen. Nou, dat betekent zoveel als dat we in een leugen leven. Maar we zeggen, ja, maar we kunnen daar toch niks aan doen en we laten het maar zo. Maar dat is wel precies de reden waarom we zitten waar we nu zitten. Want ik zei net, hè, we zitten in steden en in dorpen en we worden opgesloten. Nou ja, weet je. Ik zeg al, verwacht van mij geen antwoorden, maar het zou mij steeds minder verbazen dat inderdaad achter die ijswal, hè, waar niemand mag komen, waar 53 landen hun handtekening hebben ondergezet, dat is verboden gebied, maar ik vind het steeds aannemelijk dat achter die ijswal een misschien wel oneindig groot stuk land ligt. Stel je voor dat wij dus allemaal uitwaaieren, ja, dan is er totaal geen controle meer over ons. En dan kunnen ze ons niet meer bestelen. En dan kunnen wij zelf bepalen wat we willen. Want we zijn op deze aarde gekomen en die aarde en het leven, dat zorgt voor ons. We zijn op deze aarde gekomen. En ik zeg al, als jij uitwaaiert en je gaat ergens op een plek en je denkt, oké, dit is mijn plek of dit is voorlopig mijn plek. Hè, er staan bomen, er komen vruchten aan, die kun je eten, er zijn zaden, die kun je eten. Je kunt leren om te vissen en dan kun je vissen uit de zee halen en die kun je eten. En ik noem maar, dat kun je allemaal. Hoor je dat tot zover komt er geen baan aan te pas, dat je moet werken, dat je geld moet verdienen, dat je dat geld van je moet laten stelen. En dit zou wel eens de reden kunnen zijn dat ze tegen ons liegen. Stel je voor dat wij erachter komen dat het allemaal niet nodig is. Nou, ik denk dat heel veel mensen erachter komen, maar iedereen is bereid om die leugen te geloven, net zo goed als dat je in Sinterklaas bleef geloven. Want ja, je kreeg wel cadeautjes. Stel je voor dat je tegen je ouders zegt, ja, maar hè, als peuter van 5. Ja, nou ja, maar ik weet heus wel dat Sinterklaas niet bestaat. En ik weet heus wel dat die man die vanavond binnenkomt, hè, dat is gewoon ome Jan van de Hoek. En ik weet heus wel dat jullie die cadeautjes hebben gekocht. Dan denk je, ja, maar misschien krijg ik straks wel geen cadeautjes. Dus ik hou mooi mijn mond. Maar dit is dus exact hetzelfde wat we doen. En ja, we zouden misschien iets opschieten als je in ieder geval voor jezelf durft toe te geven. Ik ga mee in die leugen en ik hou die leugen in stand en ik blijf meespelen. It's all in the game, omdat het mij blijkbaar rust geeft. Ik denk alleen, dan is het jammer van je energie dat je er nu zo tegen ingaat. Want als je in die leugen gelooft, of als je er niet in gelooft, maar je vindt dat je die leugen moet leven, ja, dan heeft het natuurlijk niet zoveel zin om tegelijkertijd, hè, overal wat ik nu zie gebeuren, je vinger op te leggen van ja, maar dat klopt inderdaad, en die is niet eerlijk en die. Nee, maar het is all in the game. Je kunt niet zeggen, ik ga één stukje ga ik ontmaskeren en het andere stukje er blijf ik aan meedoen. Het is één grote leugen. Dus ja, nogmaals, verwacht van mij geen antwoorden, want die moeten in jezelf zitten. Kijk, ik heb gekozen, hè, om in die zin mijn eigen pad te gaan en weg te gaan en deels uit het systeem te stappen. Maar goed, voor een deel, hè, wat staat in dit filmpje en wat betaald moet worden en om daar wel in mee te gaan. Maar om even een klein voorbeeldje te geven wat je zou kunnen doen, en dan ga ik daar deze video mee afsluiten. En wat ik al steeds zei, je kunt heel makkelijk hun systeem in worden getrokken, maar ben jij zo dapper om dat niet te doen? Ben jij dapper om die leugen te doorzien? Ben jij zo dapper dat je accepteert dat het die leugen is en dat je voor een deel daarin meegaat, maar voor een deel misschien ook niet? Nou, een klein persoonlijk verhaal. Ik krijg de afgelopen tijd, kreeg ik, nou laat ik het een beetje algemeen omschrijven, bereiken mij berichten van wij hebben u geprobeerd te bereiken. Dat was een bank, zal ik maar zeggen. Wij hebben u geprobeerd te bereiken, maar we kunnen u niet bereiken. Wilt u contact met ons opnemen om door te spreken de situatie zoals die nu voor u is ontstaan? En ik denk, de situatie hoe die voor mij is ontstaan, ik denk, wat is dan die situatie? Dat ik denk, maar goed. Heel vaak denk je dan toch van, oh nou ja, maar de bank en ik maak deze video's en af en toe dan zet ik er wel eens een tikkie op en vraag vrijwillige bijdrage. Als die bank, als het niet meer kan, dan heb ik dus geen inkomen meer en dan gaat het allemaal. Dus natuurlijk heb ik de neiging om te denken, ik moet zo snel mogelijk bellen om te vragen, maar wat is er dan aan de hand? En ik heb natuurlijk wel een beetje een idee, zeg maar, hè, maar dat is de neiging. Terwijl ik ook denk, van, kijk, ik heb
geleerd om te vertrouwen dat als je niks doet, want dat is dus wat ik bedoel, negeer de dingen ook, dat als je niks doet, dat het ook vanzelf goed komt. Want op het moment dat ik bel, dan ga ik met hun in contract en dan kunnen ze tegen mij zeggen, ja, u heeft al zo lang uw rekening niet gebruikt of u staat veel te vaak rood of ik weet niet wat ze me willen zeggen. Officieel weet ik dat dus niet. Ik kan hooguit een vaag idee hebben. Maar als ik nou meteen zou bellen, dan zit ik erin, dan hebben ze me. En dan kunnen ze nooit meer zeggen, ja, we hebben het u uitgelegd. En, dit. Nee, ik durf erop te vertrouwen. Dat ik denk van, nou, als ik niks doe, ik heb de ervaring dat het dan over het algemeen ook meevalt. Hoe vaak ik niet in kassasbureaus heb gezegd, gehad, hè, waarvan ik een berichtje voorbij zag komen van, ja, maar als u nu niet reageert, dan gaan we dat of dan gaan we dat. En dan dacht ik, nou, ja, oké, maar als jullie daarmee dreigen, dan heeft het al geen zin om op te bellen. Want ook als ik wel opbel, dan gaan jullie dat ook doen. Alleen dan weet ik ervan. En dus ik weet dat soms om dingen te negeren, dat het zich ook vanzelf oplost. En als het zich niet oplost, ja, weet je, dan blijkt het ook alweer. Maar dan kom ik even terug op die passion. En die man die de waarheid spreekt en die zegt, ik kan niet anders dan de waarheid spreken. En desnoods ben ik bereid om mijn leven ervoor te geven en dan maar een marteldood te gaan. En dat doe ik ook voor jullie. Ja, natuurlijk zeggen we met z'n allen van, ja, maar zo ver zou ik niet gaan. Hè, maar is het dan maar zo dat je dan hè, de boel moet bedonderen en de boel moet verraden? Hè, van ja, maar jij hoort toch ook bij Jezus? Nee hoor, ik hoor er niet bij. Hè, jij zal mij 3 keer verraden. Nou, sommige mensen zullen nu helemaal niet weten waar ik het over heb. En andere mensen die de Passion hebben gezien of die het verhaal kennen, die weten dat precies. Hè, maar ik denk dat heel veel mensen in het dagelijks leven dat verraad gewoon plegen. Dat zeggen, nee hoor, maar ik zal dat nooit vragen. Ik zal altijd de waarheid spreken. Hoor je bij Jezus? Nee hoor, die ken ik niet. Maar dit is dus wat wij met z'n allen doen. En ik denk dat je een beetje op zou schieten als we met z'n allen zeggen van, wij kennen die waarheid. En wij staan voor die waarheid. En ik laat de mensen die de waarheid spreken niet in de steek. We zullen alles doen om elkaar daarin te ondersteunen. En we gaan niet zeggen, oh kijk, eerst zei hij dat en toen zei hij dat. Eerst stond hij op de barricades en nu gaat hij de boete betalen. Het heeft geen zin om dat zo te doen. Ik denk, kijk vooral naar jezelf. En oké, we weten allemaal dat er gelogen wordt. We weten allemaal dat we bestolen worden. We weten allemaal dat we vergiftigd worden. We weten het allemaal. En toch gaan we maar mee. Uit een soort van overgave, ik kan daar toch niks aan doen. Of dat je denkt van, oké, ik weet het, ik word bestolen, ik word vergiftigd, ik word gevangen genomen. Maar ja, ik heb in ieder geval de rust dat in dat huis, hè, wat ik mijn huis noem, dat ik daar s'avonds in kan liggen en s'nachts in kan liggen, zonder dat er mensen op de stoep staan die mij van mijn bed lichten en die mij gevangen kunnen zetten. Dus weet je, ik doe gewoon maar mee met die leugen. Ik laat me maar vergiftigen. Ik laat me maar bestelen. Maar ik kan in ieder geval s'nachts rustig slapen. Ja, weet je, weet van jezelf dat je dat doet. En ik hoor nu zeggen dat mensen zeggen, nee, maar ik ben helemaal niet bang. En ik ga voor de waarheid. Maar tegelijkertijd weet ik en weet je dat zelf ook, dat we dit allemaal doen, in meer of minder mate. Laten we nou gewoon eerlijk zijn tegen onszelf. En ja, nogmaals, verwacht ik deze video geen oplossingen. Want ik kan alleen mijn eigen oplossing bedenken. Ik kan denken, oké, nou weet je, dat doe ik wel, maar dit doe ik niet. Dus dat telefoontje pleeg ik wel, maar deze horen nooit meer wat van me. He, of oké, op die plaats, he, ik blijf nu even daar. He, of dat ik denk, oké, en nu ga ik gewoon reizen en weet niemand meer waar ik ben. Maar het zijn de keuzes die jij moet maken. En ik denk, als we dat beseffen en als we zo dapper zijn, he, dat we net als in die Passion zeggen, oké, maar dit is de waarheid en dit is de leugen, dat wij niet en masse, zeg maar, de leugen vrijspreken en de waarheid aan het kruis laten nagelen. Nou, dat is een mooie afronding van deze boodschap. En ik denk veel om over na te denken. In ieder geval voor mezelf. Ik wens je al met al, wat je ook gaat doen, een hele fijne Pasen. Dus of je nou vanuit een diep religieus besef naar de kerk gaat, of je nou eieren gaat verstoppen, of dat je tweede Paasdag op de Paasboulevard gaat rondlopen, bij wijze van spreken. Weet je, dat moet je helemaal zelf weten. Ik wens jou een hele fijne Pasen.
Ik ga over dit soort dingen, dat gaat bij mij nog wel even doorwerken. Hè? Ik ga voor mezelf de antwoorden zoeken, bij wijze van spreken. En als ik een antwoord vind, dan zal ik het misschien, zolang dat kan, ook wel in een filmpje laten zien. Maar tot die tijd, een heel fijn weekend. En heel graag tot een volgende keer bij een van de activiteiten van Inspiratiekanaal Robertus.